Ik had dat beeld al jaren in mijn hoofd. En iets, een steen dat een heel oerachtig een dier weergeeft. Dat als het ware opgegraven is uit, uit de grond. En ja, waar dan eigenlijk de knoken en de beenderen eigenlijk op liggen. En die dan overgaan in de horens. Ik kan eigenlijk niet goed uitleggen waarom, want ik altijd dat soort dingen maak. Het is gewoon iets wat telkens terugkomt. Zoals Picasso met zijn gitaar altijd terug naar teruggreep. Ja. Als kind wou ik ook altijd uitvinder worden. Ik ben dat ook voor een stuk geworden. Ik ben productontwikkelaar. Dat maakt dat ik eigenlijk een product moet maken dat aan heel veel randvoorwaarden voldoet. In het oerwoud van al die randvoorwaarden zoek je als het ware het juiste pad dat leidt naar de oplossing. Als ik uitvinder ben hier, als ik het zo mag noemen, dan ben ik meer iemand die zonder randvoorwaarden werkt en die dat het beeld dat, dat ik nu aan het maken ben, dat eigenlijk al die randvoorwaarden loslaat of wegstreept en gewoon vanuit jezelf iets creëert wat dat eigenlijk jezelf vooruitwendigt. En dat is niet iets wat dat opgelegd wordt van buitenaf. Dus je kan volledig je eigen intuïtie, je eigen gevoel vooruitwendigen in dat beeld. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Wat ik nu moet doen. Als we hier die nek willen behouden. Ik denk dat hij hier nog een ronding, een holding vereist. Als je die tijdsdruk wegneemt, zoals hier, dan voel je jezelf veel vrijer, veel minder geremd om je creativiteit naar boven te laten komen. En is het ook veel aangenamer om rustig, op een rustig tempo, alles te vooruitwendigen en dat in dat beeld te stoppen. Dan krijg je dikwijls veel rustgevender en veel uitgewerkte resultaten dan dat je onder druk moet staan. Subtiel dan nog ietsjes meer. Ja, nog iets meer, hè? Ja. Contouren en hier. En dan die handen nog even nadrukken. Ja, hier ook nog een klein beetje eraf. En hier een beetje erin. Zie je? Ja, ja, ja. En hier erin. En hier van achter ook nog een klein beetje eraf. Ja. Zo. En ook erin. Ja. Ja. Komt goed. Zo. Het is wel heel bonkig, hè? Heel krachtig beeld. Ja, ja, absoluut. Sterk. Ja, absoluut. Ja, maar dat wilde je ook. Oerkracht. Oer. En dan komen er nog twee op. Ja, dan komen er nog twee horens op. Ja. Zo twee takken gaan zoeken om hier in te werken. Ja. Dan moet dat echt heel geleidelijk aan naar die horens toe lopen. Hè?
onderzoeken. Dat hij best uitkomt. Hè. Ja, zoiets moet het worden. Dus moeten we het gaatje wat groter maken? Nee. Het... Ja? Pak je? Ik merk eigenlijk van mezelf dat ik nood heb aan creatie. Dat het voor mij zelfs een doel is in het leven om dingen te creëren. Dat is voor mij heel belangrijk. Om mezelf te uiten in mijn eigen zijn eigenlijk te veruitwendigen in dingen. Dat kan een product zijn, dat kan nu dit beeld zijn, dat kan ook een gedicht zijn, dat kan allerlei dingen zijn. En dat geeft mij een soort van zin aan het leven. Dat geeft mij de mogelijkheid om mezelf in de wereld te zetten. En dat maakt me eigenlijk toch wel voor een stuk gelukkig. Omdat ik merk als ik dan dat klaar heb. En dat is zowel in mijn werk als nu met dat beeld. Als het klaar is, dan kan ik daar uren naar zitten kijken. Gewoon op een stoel. Omdat ik tevreden ben over het resultaat. En dan gaat het niet dikwijls niet over het resultaat wat andere mensen ervan vinden, maar dat ik tevreden ben dat ik hetgeen dat in me zat naar buiten heb kunnen brengen. En dat geeft mij voldoening. Op de manier waarop ik het eigenlijk in mijn hoofd had zitten.